Door de verdiensten van een groenploeg werd recent de contouren van Kazemaat 7 weer herkenbaar gemaakt. Als gevolg hiervan werd een ontdekking gedaan. In een persbericht van het Kazemattenmuseum op de social media werd het volgende hierover geschreven. Ik citeer: "Verrassende ontdekking is de ronding aan de zuidoostelijke buitenmuur ter hoogte van de gepantserde observatiekoepel. Deze uitbouw, met een dikte van 2,80 meter, is voor zover bekend de enige in zijn soort." Einde citaat. Dit is zeker niet de enige ronding van zijn soort. Sterker nog, op het terrein van het Kazemattenmuseum staat nog een kazemat met een dergelijke ronding. Dit is de kazemat 4. Naast deze kazemat beschikt ook kazemat 2 te Coronsand over deze ronding. Niet alleen te Coronsand, maar ook enkele kazematten bij Den Oever beschikken over deze uitbouw. Deze zijn duidelijk herkenbaar op de authentieke Nederlandse tekeningen, alsmede de Duitse plattegronden afkomstig uit het denkschrift Über die Nederlandse Landesbevestigung. Een aantal kaarten, zoals plattegronden, zijn te verduidelijken bijgevoegd. De lezer zal zich waarschijnlijk afvragen waar de ronding voor diende of wat het nut van deze was. Het zal de oplettende toeschouwer opvallen dat de rondingen zich bevinden bij de observatiekoepels van de kazematten. Kazematten zonder een observatiekoepel hebben dan ook niet een dergelijke uitbouw. De functie van deze uitbouw zal dan ook zijn geweest om de observatiekoepel extra bescherming te bieden.